Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een aantal Fleischmann Deutsche Bahnen 212. Deze twee zijn de 212-258-8. En deze is versleten. Dus hiervan kan ik het haast niet zien. Het is ook print en niet embossed. Dus het is niet dat ik hier iets overheen kan smeren en erachter kan komen. Ik weet wel, dit is een hele oude. Is smerig, ranzig. Bah. Loopwerk, één wiel is aangedreven, andere doet niets. Heeft wel weliswaar ouderwetse, maar toch koppelingen op zitten. Is ook lekker zwaar, net als deze. Deze heeft alle wielen aangedreven. Of alle aandrijvingen klopt, deze wielen. Hier zijn als het goed is nergens aangedreven. Deze wielen zijn wel heel erg ranzig. Nummer 3 is heel licht. Wielen zijn goed aangedreven en heeft wel twee Fleischmann Profi koppelingen. Ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat ze alle drie uit een iets ander tijdperk komen, iets andere makelij. Ik ben benieuwd hoe ze er van binnen uitzien, of het een beetje vergelijkbaar is. En ik wil in ieder geval deze hier onderdelen van pakken om deze compleet te maken. En eens even kijken wat ik allemaal overzet, of misschien dat ik enkele van deze onderdelen hierin zet. Ik wil deze voorzien van gewicht en wat ik overhoud, dat kan in de scrapyard, in de treinsloperij, als ik die ooit een keer ga bouwen. Nou, één schroevendraaier. Ik kan niet wel zien, deze heeft hier een schuine buffer, dus die heeft al een keer een valpartij gehad. Onderop zit een schroef, even. Daarmee komt het dakje eraf en daarmee komt dit eraf. Deze heeft een schuine buffer, heeft wat afgebroken onderdelen. Een stuk gewicht hier en nog eentje hier. Zo. En dit is een schild wat je kunt gebruiken om een oude locomotief digitaal te maken. Leuk. Deze zware jongens pakken. Dakje eraf, kap eraf, hetzelfde soort gewicht, alleen deze zat achter en deze zit voor. In het midden zit een gewicht, maar er zit deze plaat onder en deze plaat heeft een condensator, denk ik, als ik het zo vlug zie, voor. Ontstoring die hier in het klein op zit, die ontbreekt hier. Hier zit wel weer een grote spoel op. En dit is een ouderwets motorschild wat je niet kunt digitaliseren, aangezien de stroom hier over het hele chassis staat en op de motor en via de motorschild naar een van de koolborstels, terwijl hier de koolborstels geïsoleerd zijn. De stroom komt draden vanuit de onderkant. Vanuit hier mogelijk twee stuks, dus mogelijk op twee wielen stroompick-up. En is gewoon oud en vies. En moet nodig schoongemaakt worden. Nummer 3. Dat zijn de schroeven trouwens. Het zijn toch drie compleet verschillende schroeven. Ik heb niet het idee dat deze een origineel is. Nummer 3 heeft ook een motorschild wat geschikt is voor digitaal. Heeft aan op twee wielen stroompick-up en hier kun je het ook zien zitten. Sorry voor de brom. Heeft verder een goed lopend draaiwerk. Maar mist dus de gewichten.
gewichten die hier wel op zitten en hier ook. Dit is lood. Dit is lood, ja, dat is geoxideerd lood, kan ik zo zien. Ook zacht. Dit is waarschijnlijk ook lood. En die heeft dus helemaal niets. Deze heeft wel nog de meeste opstapjes hier. Hoewel er ook eentje ontbreekt, waarschijnlijk afgebroken of heeft er nooit gezeten. Ik denk dat hij een keer gesneuveld is, anders zou het wel heel erg asymmetrisch zijn. Maar goed, ik heb niet zo vaak van deze in mijn handen gehad. Hier ontbreekt ook het stukje metaal om de koppeling recht te houden. Iets wat deze nog wel heeft. Hier zitten koppelingen in. En die zijn afgebroken, maar er zitten wel stukjes metaal in. Dus die stukjes metaal, die kan ik mooi gebruiken om die lammen hier te repareren. Dit is de oudste motor. Voelt erg stroef. Ga ik denk ik niet zoveel mee doen. Deze voelt soepel. En deze ook. En die hebben ook een moderne motorschild. Misschien dat ik een motorschild wissel. Eens even gaan kijken. Met het schoonmaken van een van de dakjes kwam ik erachter dat die van metaal was. Dus ik heb hem helemaal opgeschuurd. Totdat ik bij het metaal was. En heb hem nu in de primer gezet. Zodat ik hem dadelijk opnieuw op kan schuren. Want nu zie ik precies alle plekjes die ik gemist heb. En daarna eens kijken of ik hem in de goede kleur kan krijgen. Met een metalen dakje vind ik natuurlijk leuk. En dan een plastic dakje. Het voegt ook nog wat gewicht toe. Maar dat was een welkome verrassing. Ik ga hem in ieder geval even uit de weg zetten. Dat hij rustig kan drogen en kan uithalen. Dat kan goed nog een dag duren. Qua compleetheid is deze dus het meest compleet. Behalve hier de lamme koppeling. En qua kappen. Deze valt sowieso af. Net een iets andere kleur en helemaal vervaagd wat betreft opdrukken. Dus dit hier is de mooiste. Nummer 2 gaat waarschijnlijk deze worden. En even kijken wat ik met een motorschild doe. Hiervan ga ik in ieder geval de koppelingen overzetten naar deze. En hopelijk kan ik er nog wat. Ik ga even kijken of ik één profikoppeling over ga zetten. Als ik me goed herinner. Is het de kwestie van losdraaien van de buffers om bij de onderdelen hier te komen. En dit is het metalen pinnetje dat ik zeker wil hebben. Soms zitten er 2 in. Ik kan altijd hopen dat er 2 in zitten. Soms zijn ze niet los te krijgen. Maar met de handschoen die ik hier gebruik gaat het prima. Dan heb ik in ieder geval dadelijk ook nog wat rechte buffers. Voor die ene die krom gevallen is. Zo. En daar is nummer 2. Kijken wat voor verrassingen hieronder zitten. Dat is een kapotte koppeling, maar wel met plaatje. En die laatste, die moet ik misschien eens eventjes op een manier gaan overtuigen. Het is in ieder geval niet dat een van de buffers afgebroken is. Dat scheelt weer dat dat, anders had ik die ook nog moeten proberen uit te halen. Ik ga eens even kijken hoe ik deze los krijg.
Ik heb hem recht weten te buigen. Nu is het een kwestie van draaien. Afgebroken koppeling. En ook hier zit een plaatje in. Zo. Kijk, deze buffers zijn enigszins niet echt, maar een beetje scherp. Als ik dan veel kracht moet zetten, dan... Ja, dat doet best pijn aan mijn handen. Mijn vingers dus. Dan zijn die handschoenen wel makkelijk. Ze zijn van rubber. Dus hier zit ook een plaatje in. Dat extra rubber, dat zorgt er in ieder geval voor dat ik wat meer kracht kan zetten zonder ergens echt last van te krijgen. Deze is redelijk compleet. Ik gebruik hier dus de andere koppeling voor. En dat doe ik omdat ik zelf, als ik hier iets mee wil gaan doen. Ik heb een heel aantal wagons met Fleischmann koppeling. En ik heb een heel aantal wagons met deze ouderwetse haakkoppeling. En ik heb niet veel nenschachten met haakkoppeling. En zo zou ik deze locomotief nog kunnen rijden met die wagons. Terwijl ik hem achteruit laat rijden. En dan vooruit met de Fleischmann koppeling. Nou, ik heb me bedacht, ik doe er toch één met de haakkoppelingen en één met de Fleischmann koppelingen. Dus je ziet, ze doen het nu allemaal goed. Ik heb hier nog twee plaatjes over. En deze die er het slechtst aan toe waren, die gaan naar de slechtste lok. Nog wat buffers, waarvan er eentje gebogen is. En dat brengt mij tot eens kijken hoe deze er elektrisch aan toe zijn. Ik kan in ieder geval zien dat de wielen niet heel schoon zijn. Van beide. Ik heb nog niet gekeken of ze rijden, of de lampen nog goed zijn, of al dat soort zaken nog ergens op slaan, zo gezegd. Even zien. Zo. Deze. Zo. Er zit beweging in. Lamp aan één kant werkt nog, aan de andere kant niet. Dat kan komen omdat ik hier een loshangende diode heb. Zwart, zwart. Daar zou een groene kabel op moeten, of een blauwe kabel op moeten zitten. Dat is deze. Lamp is in orde. Ah, ik gebruik hier weer een transformator die niet heel veel vermogen levert. Dus het is niet gek dat de motor niet heel snel draait, dat hij niet heel rap rijdt. Dit draadje kan wel eens het uiteinde zeer geoxideerd zijn. Het lijkt wel aluminium te zijn. Misschien is het koper, maar dan is de tin erg geoxideerd. Dus dan zet ik mijn soldeerbout iets warmer om de oxidatie weg te branden. Hier nog even wat rommel weg. Zo. Kijk. Dat is het elektrische gedeelte. Zo naar de motor kijkende denk ik dat hij wel een schoonmaakbeurt kan gebruiken. Net als dat hij gesmeerd moet worden. Maar dat is in ieder geval één. Nummer 2. Hele langzame motor. Heel vies. Lampenwerk. Om hier wat aan te doen is het een kwestie van de twee schroeven loshalen. Dan komt het schild eruit. En ik zit even te kijken. Als ik deze schroef loshaal, dan denk ik dat het hele blokje eruit komt. Zo niet dat het onderstel eronderuit komt. En dat maakt het schoonmaken allemaal een stuk makkelijker. Als het goed is, zit er geen van de draden op plekken vast die niet los te maken zijn. Als in
Het zou allemaal aan het schild vastgeschroefd moeten zitten. Ik denk dat het een heel stuk makkelijker gaat zonder dit lampje. Wat muur vast zit natuurlijk. Deze schroef een klein beetje los en alles komt ermee uit. Ja. Zoals verwacht, alles zit vast met schroeven. Als deze schroeven los zijn, dan komt het motorschild los. Het motorschild is waar de kabels aan vastzitten. Zo. Dat is het schild. Heel vies. Een schroef waarvan ik even niet weet waar die vandaan komt. Lossen we zo wel op. Het motorschild hier is best vies. Er zit zwart op de overgangen tussen de platen. Dat is waarschijnlijk bijna altijd koolstof van de borstels die daar tussenin gaat zitten. En dat zorgt ervoor dat er kortsluiting komt tussen de verschillende platen, waardoor de stroom niet meer door de spoelen heen gaat, maar rechtstreeks gaat, doordat die meer stroom verbruikt, warmer wordt en langzamer rijdt. Dus ik ga die schoonmaken. Ik ga ook het schildje schoonmaken, want dat kan ook, als er veel koolstof zit, voor kortsluiting zorgen. En ik ga even kijken hoe het zit met de tandwielen, of die nog wat smeer nodig hebben. Ik denk het wel. En daarna eens kijken hoe die rijdt. En pas als je alles helemaal schoongemaakt hebt en in elkaar gezet hebt, merk je, hier is een wiel scheef. Het gaat om deze hier. Dus ik ga proberen deze motor over te zetten. Of in ieder geval, ja, deze hele motor over te zetten. Hierop. In de hoop dat deze wielen het wel goed doen. Alleen ik weet nu al dat deze dus heel moeilijk in beweging komt. En er klopt van alles, pardon, van alles niet aan. Dus dat kan nog een leuke klus worden. Maar een scheef wiel heb ik natuurlijk ook niks aan. Die moet echt een flinke val gemaakt hebben. Ja, verder het is hetzelfde. Openmaken, schoonmaken. Kijken of er iets klem of dwars zit. Nou, hier ontbreken er wat tandwielen aan, maar die zitten hier dan weer wel in, dus dat komt nog wel goed. Ik hoop dat die gewoon heel vies is van binnen. Zo, hij hobbelt een stuk minder. Eigenlijk wilde ik de motor overzetten, maar deze zit vol met gebroken tandwielen en is eigenlijk een grote puinhoop, dus ik heb de wielen losgemaakt en overgezet. In ieder geval één paar. En de oude heb ik hier en daar zit een klein knikje in. Dus daarom dat die wat hobbelt. En ik heb hier dus nu een motor in complete onderdelen liggen. Die ga ik nog terug in elkaar zetten. Er kwam ontzettend veel zwart uit. Meer zwart dan ik had verwacht. Dat is jarenlang slijtage en gebruik geweest, denk ik. Dit is nummer 1 met de haakkoppelingen. Rijdt nog steeds iets wat onrustig vanwege de wielen, maar ik heb dus de wielen in ieder geval vervangen. Dus hij rijdt beter, maar nog niet fantastisch. En dit is degene met de Fleischmann koppelingen. Hier komt nog het metalen dakje op als ik er klaar mee ben. Maar die rijdt toch een heel stuk fijner. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de wielen en gewoon slijtage van alle, met name plastic onderdelen die hierin zitten. Hiervan moet nog het dakje er terug op. En dat is de volgende stap. Als het goed is mijn verf gedroogd. Ik ga hem nog wat opschuren. En daarna
probeer ik hem in dezelfde kleur als deze te krijgen. Maar ik denk dat hij een beetje lichter gaat worden. Het dakje is iets donkerder uitgevallen dan deze. Maar ik vind het resultaat niet eens zo heel slecht. Als het goed is, is het nu een kwestie van de juiste manier erin zetten, monteren en klaar. Ik ga hem niet lakken. Als in hoogglans of iets erop, er zit nu een matte lakverf op. En ik moet zeggen, ja, nee, omdat dit ligt. De kleur is best redelijk. Niet slecht, niet slecht. Ik ben er eigenlijk best tevreden over. En daarmee heb ik nu twee mooie analoge 212. Lekker zwaar. Niet erg. Mooi opgeknapt. En ze rijden als een zonnetje of een stuk beter dan eerder. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Like en subscribe, deel en tot een volgende keer.